Goedemorgen. Ron van Veen, 43 jaar, uitgever. Aangetroffen op het dak van het busje, of tenminste toen hij daar vanaf gleed. Wat geeft hij uit? Damesbladen. Bladen voor het dames tijdschrift. Hij heeft een aantal klappen gehad met een knuppel of zoiets. Op het hoofd, rug, op de arm. Ja, u bedoelt gewoon dat hij een Arabische flink pak op zijn schouder flikker heeft gekregen? Ja, inderdaad, Fledder. Die klappen zijn de doodsoorzaak? Nee, dat denk ik niet. Dat zal de val geweest zijn. Zijn kantoor is daarboven. Dat bedoel ik. En hij had een portefeuille bij zich met van alles en nog wat. Geld er nog in? Ja. Dus eerst klappen gehad en daarna gevallen? Ja. En weet je ook hoe laat het is gebeurd? Tussen 10 en 11 uur gisteravond. Oh. Is er nog iets gevonden van een knuppel of zo? Misschien boven, maar we kunnen er niet in. Nog niet. Het is een elektronische vergrendeling met een code of een pasje of zoiets. Er wordt aan gewerkt. Is hij getrouwd? Yep. Elise van Veen. Hier is het adres. Als dat nog klopt, tenminste. Ik denk dat u in staat bent een paar vragen te beantwoorden. Mevrouw van Veen. Wat? We willen u graag een paar vragen stellen. Oh, ja. Ja. Vond u het feit dat uw man vannacht niet thuis kwam geen reden om de politie te bellen of iets dergelijks? Nee. Want? Dat deed hij wel vaker, dat hij niet thuis kwam? Ja. Wanneer heeft u uw man voor het laatst gezien? Wanneer u uw man voor het laatst zag? Gisterenochtend, voor hij naar zijn werk vertrok. En u bent zelf gisteravond de hele avond hier geweest? Ja. Nee, ik was bij een vriend. Wie is dat? Jona. Mevrouw van Veen. Hebt u iemand om naartoe te gaan? Goed, mevrouw van Veen, we willen graag nog een paar gegevens van u hebben. De naam en adres, dat hebben we natuurlijk al. Wat is uw beroep? Hè? Wat is uw beroep? Actrice, ik ben actrice. Niemand iets gezien of gehoord in de buurt? Mensen kennen elkaar daar niet. Niks gehoord, niks gezien, niks gebeurd. We hebben wel bloed gevonden op dat balkon van de redactieruimte. Maar verder eigenlijk helemaal niks. Alles was opgeruimd en er is ook niks gestolen, voor zover wij dat kunnen bekijken natuurlijk. Dus roof was het ook niet. Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker en tits. Sorry. En die vrouw, Elise van Veen? Hij was bij een vriend. Een man? Ja. Minnaar. Dat zou kunnen, dat weten we niet zeker. Het is niet echt het type dat de minnaar heeft. Oh, dat zijn de ergste. Vriend ophalen? De minnaar? Ja. Het Jona Jonassen. Oh, leuke naam. Laten wij eerst maar even bij die uitgeverij gaan kijken. Ah, damesbladen. Heerlijk. Gentlemen, don't mention the war. Dit is leuk, dit is John Cleese. Kom dan maar mee. Dit is te gek speelde in. Heb je nog meer? Gentlemen, don't mention the war. Thank you.
Nou, we zijn dus allemaal kapot geschrokken. Dat lijkt mij nogal mee te vallen, zo te zien. Deadlines gaan gewoon door. Spullen moeten er toch uit. Tot hoe laat zijn hier mensen? Tot een uur of 5, 6. Nooit overwerk in verband met die deadlines? Maar soms. Maar gisteravond niemand dat ik weet. En wij werken ook veel thuis. Wat maken jullie eigenlijk voor een damesblad? Vrouwenblad. Cassandra. Is dat zoiets als Opzij of is het meer libellen? We zijn bezig met een special over managers. Vrouwen dan. Uiteraard. Kennen jullie Ron goed? Ron was onze baas. En ik werk hier al 6 jaar, Fabienne nog langer, dus... Dus ja, wij kennen Ron goed. Wat was voor een man? Is dat zo'n moeilijke vraag? Misschien is het antwoord moeilijk. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus? Ron was een onmogelijke man. Een onmogelijke klootzak, als ik eerlijk ben. Een verschrikkelijke etter. Een beest. Diana? Hij leefde als een beest, at als een beest en gedroeg zich als een beest. Hij was onaangenaam voor zijn omgeving. Zeer onaangenaam. Toch werkte u hier al lang. Ja, het was een hele goede uitgever. Hoe bijna elk blad dat hij opzette, dat werd een succes. En dat is zeer uitzonderlijk. Hij was gewoon erg goed. Beestachtig goed. Maar u was dus ook niet erg op hem gesteld? Nee. Maar dat was niemand. Kon ook niet. Je kon voor hem vallen, heb ik begrepen. Kortstondig. Hij was ook niet lelijk, hij had wel iets. Maar dat was altijd kortstondig en daar bleef het dan ook bij. Hij was toch getrouwd? Elise, dat is een ander verhaal. In welke zin? Meneer de Kok, dat is over de hele wereld hetzelfde. Neem waar dan ook de meest zuipende, meppende, stinkende klootzak. En je zal zien, er hoort altijd wel een vrouw bij die gek op hem is. Ja, ik begrijp het ook niet. Wel, maar het gebeurde dus wel eens dat vrouwen kortstondig voor hem vielen. Wel eens, lopende bandwerk. En Elise vond dat goed? Het is een van de zachtste, liefste vrouwen die ik ooit ontmoet heb. Zij zat hem dus niet in de weg? Niemand zat Ron in de weg. Gezellige man dus. Is die vriend van Elise er al? Jona Jonassen. Die wacht beneden. Leuke man. Ik heb de moeder van Elise van Veen gesproken. Ze zegt dat ze blij is dat hij dood is. Dan moeten we daar ook even mee praten. Ze wacht beneden. Wat een ijver. Als jij klaar bent met spullen, kom je dan ook? Een slecht mens. Heel simpel. Ik neem hem dat niet kwalijk. Ik ga er niet vanuit dat iemand uit keuze een slecht mens is. Je bent dat liever niet, neem ik aan. Maar voor zijn omgeving maakt dat het niet minder ellendig. Voor zijn omgeving? U bedoelt voor Elise? En voor Elise. Voor haar hoofdzakelijk. En voor de mensen waar die mee werkt. Waren er nog meer omgevingen, voor zover u weet? Familie, vrienden? Familie niet. Die moesten hem niet meer. En vrienden? Meneer Jonassen, wat is uw relatie tot Elise van Veen? Wij zijn op elkaar gesteld. Heeft u een seksuele relatie? Doet dat er iets toe? Ja dus. Ja dus. Zo komt de politie aan zijn bewijzen. U kunt ons ook gewoon vertellen. Dat schiet op. Je zou kunnen zeggen dat wij een seksuele relatie hadden, ja. Maar dat is niet waar het om ging. Oh, waar ging het dan wel om? Vriendschap. Troost. Warmte. En daar kwam er wel eens iets seksueels uit voort. Juist. Precies zo. En wel eens? U wilt nu weten hoe vaak? Om een beeld te krijgen. Het is 3... 4 keer gebeurd in de 2 jaar dat wij vrienden zijn. In deze intensiteit, beantwoord dat de vraag? We hebben een beeld. Elise was de hele avond bij u. U denkt dat zij hem vermoord heeft? Wij denken niet, wij vragen. Ze is de hele avond bij me geweest. En u dus ook bij haar? Inderdaad, ja. Wat wil u daarmee zeggen? Is er een getuige die kan bevestigen dat u de hele avond samen thuis bent geweest? Nee.
dat is een week geleden. Hij nam een meisje mee naar huis en hij stuurde Elise zo de straat op, zo de regen in. En als ze dan thuis kwam en ze was te vroeg, dan sloot hij erop in de badkamer. Tot het gedaan was. Ja, zo'n type man was dat. Goeie God. Meneer de Kok. Zo'n man zou je toch het liefst een doodschop geven? Dat lijkt me duidelijk. Elise was altijd een hele levendige, spontane vrouw die midden in het leven stond en een carrière had en zo. En nu is het een angstig dametje wat overal bang voor is en overal voor wegkruipt. Ik ben de moeder. En hij was de man en hij heeft dat gedaan. Het feit dat hij dood is, is het beste nieuws wat ik in jaren gekregen heb. Hij is vermoord. Ja. Dat onkruid vergaat niet uit zichzelf. Hij ging trouwens om met allerlei criminele types. Kent u namen? Nee. Heeft u het misschien gedaan? Heeft u misschien het beest omgebracht? Ja, iemand moet het natuurlijk gedaan hebben. Was het geen roofmoord? Nee. Heeft u het gedaan? Daar geef ik nog even geen antwoord op. Waar was u gisteravond? Waar was u gisteravond, mevrouw? Gisteravond? Ik was nergens. Nergens? Helemaal nergens. Thuis bedoelt u? Nee, dat heb ik toch al gezegd. Ik was niet thuis. De buren kunnen dat bevestigen. Het licht is de hele avond uit geweest. Goed, u was niet thuis, dus waar was u dan wel? Ja, dat heb ik toch al gezegd. Nergens. En daar heb ik niks aan toe te voegen. En als u steeds dezelfde vragen blijft stellen, krijgt u ook steeds dezelfde antwoorden. Ingewikkelde zaak. Heb je al wat? We hebben nog geen moordenaar. Geen spoor van braak of worsteling? Nee. Gehaat op zijn werk? Nou, hij was overal gehaat. Ja, maar vooral op zijn werk, heb ik begrepen. Dus misschien moet je daar nog wel eens een kijkje gaan nemen. Lijkt me een uitstekend idee, meneer Buitendam. Zit je mij in de zeik te nemen, de kok? Geen zins, meneer Buitendam. Ik probeer mee te denken. Ja. Hij werd gehaat door iedereen. Dus iedereen is verdacht. We zoeken er wel even verder. Misschien hebben ze het wel met z'n allen gedaan. Ja, ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat je zoiets met een heel stel doet, hè? Met z'n allen de baas in elkaar meppen omdat hij zo impopulair is. Oh ja. Huh? Wat? Wat zegt u? Ik vroeg wat je zei, de kok. Nee, ik vroeg u wat u zei. De ruitenkok. Het ziet er inderdaad naar uit dat hij een paar flinke klappen heeft gekregen. Dat hij gevochten heeft. En vervolgens is hij uit het raam gevallen, of geduwd, of gegooid. In ieder geval is de doodsoorzaak. Dus het zou heel goed kunnen dat moord niet de opzet was? Dat zou heel goed kunnen, maar het blijft toch doodslag. En er zullen er heel wat geweest zijn die hem dat pak op zijn sodemiet hebben willen geven. Zeker als hij zo vreselijk rondneukte. Ja, Fledder, zo zie je maar wat daarvan kan komen. Ik zal vanavond goed opletten, dokter. Hoeveel slagen met die knuppel heeft hij gehad? Behoorlijk wat. Waar? Stel tegen de borst, tegen de rug, stel tegen de benen, tegen de armen. Hij heeft zich nog verweerd. Ook op zijn hoofd? Eén flinke dreun, maar dat is niet de doodsoorzaak. Nee. Het was die val. Ja. Kom, Dick. Hij is toch net een hondje. Daarom zeg ik ben net het hondje. Jij zegt niks, je bent ergens mee bezig en je vertelt niet met wat. Dus loop maar een beetje dom achter je aan en volgens mij is dat niet de bedoeling van als je partners bent. Je bent toch ergens mee bezig, de kok? Jij niet dan? Dat zou wel moeten hoor, want je wordt ervoor betaald. Ja, maar als ik ergens mee bezig ben, dan vertel ik je dat. En zo hoort het ook. Ik vertel je wat ik weet, Dick. Er zit iets, maar ik weet niet wat en ik weet niet waar. Nou, wat moet ik je dan vertellen? Ik ben gewoon het hondje. Morgen, Louis. Ruzie? Helemaal niet. Dan maar een lekker bakje koffie van je. Jij een bakje water? Weet u al waarom Van Veen vermoord heeft? Ken hem? Ja, is toch die uitgever. Kwam hier wel in de buurt. Ging ook met de penozoom.
Van de week zag ik hem hier nog langslopen met een of andere bloedmooie meid aan zijn arm. Kan niet zijn vrouw geweest zijn. Was hij al lang getrouwd? Oh, jaar. Kan dat niet zijn vrouw geweest zijn. Goedemiddag. Alsjeblieft. Ja, dank u. Zou je het herkennen? Nee. Heb je niet een fotootje van haar of zo? Ja, als we wisten wie het was, dan waren we een stuk verder. Met wie ging die verder om? Noemen ze pas maar jongens. Ja, moet dat? Nou, nee, het moet niet. Dank je wel. Ja, kom eraan. U woont hier mooi. Ik kan me voorstellen dat u veel thuis werkt. Wat kan ik voor u doen? Nou, wij zijn op zoek naar de vrouw waar Ron van Veen mee omgaat. Misschien weet u meer hoe haar foto's kunnen komen. Dat lijkt me niet dat hij een album bijhield. Hij ging nooit uit met iemand van de redactie. Nou ja, dat gebeurde wel eens. Maar die meisjes waren meestal na 2 weken ook meteen weer weg. Meestal? Altijd. Voor zover ik weet lopen er op de redactie geen exen rond. Nou, Ron was daar ook heel fel op. Dat wij zaken in privé gescheiden moesten houden. Is dat zo? Ja, hij heeft zelfs een keer iemand ontslagen omdat hij iets zou hebben met iemand die bij ons werkte. Het was niet eens zo. Hoe lang is dat geleden? Ja, wanneer was dat gedoe met Jona? Een paar jaar geleden. Jona, is dat Jona Jonassen? Een bekende van u. Jonassen, nu ophalen? Had je geen afspraakje voor vanavond? Jawel. Maar dat is verplaatst naar morgenavond, dus nu ophalen. Ook maar morgen hoor, als eerste. Wat is er aan de hand? Wat bent u eigenlijk van beroep? Ik wil graag weten wat er aan de hand is. En wij willen graag weten wat u voor uw beroep doet. Ik schrijf. Wat schrijft u? Gedichten, toneel. Journalistiek? Soms. Om geld te verdienen. U heeft gewerkt voor Ron van Veen. Dat is juist. Waarom heeft u dat niet gezegd? Omdat u er niet naar gevraagd heeft. Wat deed u precies? Domme stukjes schrijven over quasi-kunstzinnige en wetenschappelijke onderwerpen. En toen werd u ontslagen? Ja. Omdat hij dacht dat ik toen iets had met iemand die daar toen werkte. Volstrekte onzin. Hoe heette ze? Hoe heette ze ook alweer? Ik zou het niet weten. Ik kende haar nauwelijks. En wanneer was dat, zei u? Jaren geleden. Als ik hem had willen vermoorden daarom, dan had ik dat toen al gedaan, denkt u niet? Ja. En daarna is uw relatie met Elise van Veen, hoe zei het ook alweer, intensief geworden. Destijds speelde er nog niets tussen ons. Ik heb Elise in die tijd leren kennen. Heel logisch als Rons vrouw. En verder zijn er geen oorzakelijke verbanden. Mevrouw van Veen. Ja? Ik zou u graag nog een paar vragen willen stellen. Bent u aan het opruimen? Ja. Grote schoonmaak. Heeft u iets van een knuppel in huis? Een honkbakknuppel of zo? Nee. U mist ook niks? Een pook of zoiets? Een open haard in een woonboot. Ja, kan dat niet. U heeft verklaard dat u de hele avond bij de heer Jonassen bent geweest. Ja? Wat heeft u daar gedaan? We hebben gepraat. En u was de hele avond bij elkaar? Ja. Niet de deur uit geweest? Niet samen bedoel ik? Nee. Is dat alles? Nee, dat hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn, hè? Dat ze niet weg zijn geweest. Het zou heel goed kunnen dat ze hem samen de hersens hebben ingeslagen.
de kok. Ik ben benieuwd met wie Ron op de avond voor de moord de Lobietje is gezien. Met welke vrouw? Er wel foto's? Verzamel maar foto's. Foto's? Ja, kom, apart. Beginnen we met de dames. Die wij tot nog toe in deze zaak zijn tegengekomen. Zijn werk, zijn vrouw, haar moeder. Moeder? Ze was toch jong en knap? Weet jij wat Lobietje jong en knap noemt? Pak de auto maar. Ik ga een stukje lopen. Oh, ik dacht dat u al weg was. Fout gedacht. Ja. U had mij gezien, hè? Inderdaad. Maakt me dat verdacht? Of verdachter? Nee. Mooi. Heeft u al iemand? Een moordenaar bedoelt u? Nee, die hebben we nog niet. Ja, maar u bent er toch mee bezig? Er zijn toch wel verdachten? Uiteraard. Wie zijn dat, als ik vragen mag? Mag ik dan vragen waarom u dat weten wilt? Moet ik in het land blijven? Wat doen we met vakantie? Nou, ik sta op het punt om voor 6 maanden naar het buitenland te gaan. Kan dat? Dat lijkt me wel, ja. Ik snap het dus niet, hè? Ik begrijp er niks van. Ik heb een motief. Ik heb geen alibi. En ik ontken niet dat ik het eventueel gedaan zou kunnen hebben. En u laat mij zomaar gaan. Voor wanneer is die vakantie gepland? Voor binnenkort. Nou, ik hoop er snel uit te zijn. U verdenkt mij niet omdat ik het er te dik bovenop leg, hè? Omdat ik mezelf als het ware verdacht maak. Klopt dat? Misschien. Maar dat zou toch ook een truc kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Nou, dat lijkt me toch het beste dat ik hier blijf, zolang de zaak nog niet is opgelost. Dat lijkt me ook beter, ja. Dank je, jongen. Dus dat? Parool. Nee, dat bedoel ik. Damesblad. Ja, wat moet ik daarmee? Jij wilde foto's. Hier heb je foto's. Ben je al bij Lobietje geweest? En hij heeft haar herkend. Je bent gezien met Ron van Veen. Eergisteravond, in een café, kussend. Dat is 1 dag voordat hij werd vermoord. Heb je ons iets te vertellen? Nee, wat zou dat moeten zijn? Misschien wilt u een advocaat bellen. Nee, waarom? Dat ik met hem in het café heb gezeten, wil toch niet zeggen dat ik hem vermoord heb? Waarom zou ik? Maar waarom wilt u er dan niet over praten? Nou, omdat het heel pijnlijk is natuurlijk. Ron was de vijand en ik heb me laten paaien. Niemand weet dat. Is Elise een goede vriendin van u? Ja, redelijk, ja. Ben je met hem meegegaan die avond? Naar zijn huis of zijn jullie naar jouw huis gegaan? Nee. Naar kantoor? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Ik had er geen behoefte aan. Neem me niet kwalijk, maar alles wees erop dat jullie zoiets van plan waren. Nou, dat is wel erg macho geïnterpreteerd, als ik het zeggen mag. Waar was u op de avond van de moord? Bij Fabienne. We hebben gegeten en gedronken tot laat. Niet weg geweest? Nee, op geen moment. Is forgotten and no need at all to mention the war. Elise van Veen zit op je te wachten in verhoor 2. Ah, dank je. Zeg, ik wil het alibi gecheckt hebben van Diana Delfos. En
Hoe heet ze ook weer? Fabienne. Fabienne. Nou, maar hoe dan? Als het niet waar is, dan dekken ze elkaar. Wat valt er dan te checken? Nou, informeren ze bij de buren en zo. Of ze misschien hebben gezien dat ze weg zijn gegaan. Oké. Kom je, Dick? All differences forgotten and no need at all to mention the war. Now, would you like to eat first, or would you like a drink before the war? Name that actress. Goedemiddag. Ik wou nog wat weten. Over uw huwelijk. Sorry. Was u gelukkig? Nee. Waarom bleef u dan bij hem? Omdat ik van hem hield. Hij deed de meest vreselijke dingen. Ja. Hij nam andere vrouwen mee naar huis. Ja. En dan stuurde hij jou de straat op. Dat is één keer gebeurd. Wanneer was dat? Vorige week. Wat is uw relatie tot Fabienne? Vriendschappelijk. Mevrouw van Veen, u heeft een alibi, in principe. De heer Jonas heeft getuigd dat u de hele avond bij hem was. Ja, dat is ook zo. Wat is het probleem? Dat jullie het samen gedaan zouden kunnen hebben. Ja, dat zou kunnen, ja. U weet dat hij in Noord woont. Ja. Je bent er een uur heen en weer. Hoe laat is het eigenlijk gebeurd? Tussen 10 en 11 uur. Dan hebben we getuigen. Mijn moeder. Ik heb 3 kwartier met haar aan de telefoon gehangen van 10:15 tot 11 of zoiets. Heeft u haar gebeld of zij u? Zij mij. Vanuit Hogeveen. Daar heb ik een lezing gehouden. Waarover? Over paddenstoelen. Daar weet ik nogal veel van. Waarom heeft u dat niet verteld? Over die lezing? Ik wilde eerst weten of Elise onschuldig was. En als zij het had gedaan, dan had ik het misschien overgenomen. Ja, voor mij is het iets makkelijker. Maar dat had u toch wel door, meneer de Kok? Ik vermoed al zoiets. Nu ik weet dat zij onschuldig is, mag u echt alles van mij weten. Vraagt u maar. Nou, dat hoeft nou niet meer. Oh, wat jammer. Niemand heeft die twee zien weggaan. Diana en Fabienne zijn de hele avond thuis geweest. Ja, wacht even. Die eerste mededeling is een feit, die tweede een veronderstelling. Nee, is allebei een feit. In principe. Een feit in principe, wat is dat? Nou, de buurman lag met griep in bed en heeft ze horen praten en lachen. Dus zijn ze de hele avond thuis geweest. Is het echt waar? Ja, hij zweert erop. Ik had het niet zo verwacht. Nee, dat had ik echt niet gedacht. Dus wie hebben we nu nog over? Niemand. Is toch maar achter die criminele vriendjes van hem aan? Tja. Geen bericht. Goed bericht. Keizer. Deze mevrouw heeft 3 keer afgebeld, maar vanavond is het rock and roll. Kok, ik heb nog iets over Diana Delfos. Ze zat bij Elise op school. In dezelfde klas zelfs. Ze waren hartvriendinnen. Aha. Heb je daar wat aan? Juist. Maar ja. Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tit. Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tit. Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker. Wat is dat toch allemaal? Dit is als je eenzaam bent. Is leuk toch? En maak je nou niet druk, over 2 dagen is de nieuwigheid eraf. Kijk, niemand er minder op. Keizer, bel nu even Fabienne de Steeg. Als ze thuis is, zeg dat wij eraan komen. Voor nog een paar vragen. En ik heb Prins nodig. Jij gaat nog niet weg. He? Als ze er allebei zijn, hebben wij nog iets te doen. Wat even, dit meen je niet. Weet je hoe laat het is? Ik heb een afspraak.
Je wilde zo graag weten waar ik mee bezig ben. Ja, maar... Ah, shit. Laat me in de auto weten of alles in orde is. Woef, woef. Ik ben later. Dat weet ik niet, maar ik ben dus in ieder geval iets later. Ik kom zo snel mogelijk. Dat vond je toch juist zo spannend? Ik vertel het je allemaal. Allemaal. Tot zo. Wat vindt zij spannend? Dat je bij de politie bent? Ja. Is dat zo vreemd? Niet dikkie. Gaat u zitten. Dank u. Wilt u iets hebben? Koffie, thee, iets anders? Ja, graag een kopje thee. En u? Nee, dank u. Ik heb begrepen dat u wist van Diana en Ron van Veen. Van de korte affaire die ze samen hebben gehad. Ja, tuurlijk. Het is ermee, is er iets? Wat is uw relatie tot Elise van Veen? Ik ken haar redelijk goed. Vriendschappelijk? Ja. Niet meer dan dat? Suggereert u iets? Valt er iets te suggereren? Elise houdt van mannen. Ook al zijn het klootzakken, of misschien juist wel omdat het klootzakken zijn. Ik maak mij geen illusies. Elise en ik gaan vriendschappelijk met elkaar om. Niet meer dan dat. Dus ik heb niet echt een reden om de man om te brengen. Hè? En ik heb een alibi. Dat u trouwens al dubbel en dwars hebt laten checken, heb ik gehoord. Ja. Dus? Dus zou ik nu graag dat kopje thee hebben, als dat mogelijk is. Jij moet echt niks. Ach, waarom ook eigenlijk niet? Graag. Goed, uitstekend. Hé? Hey. Hé, hey, dat was toch bluf van jou? Diana had toch juist gezegd dat niemand... Wat doe je? Zo, het water staat op. Mooi. Dan kunnen we het kopje thee met z'n vieren drinken. Met z'n vieren? Diana Delfos komt erbij. Ik wil graag met u beiden praten. Ik snap niet wat hier de bedoeling van is. Wij zijn op zoek naar de moordenaar van Ron van Veen. Ja, dat weet ik. Maar wat hebben wij daarmee te maken? Veel, denk ik. Ik denk dat u samen de heer Ron van Veen heeft omgebracht. Dat is wat ik denk. Waar heeft u het over? Waarom zouden wij? Ron van Veen was een beest. Voor zijn medewerkers, voor zijn vrienden. Maar vooral voor zijn vrouw. Ja, en... Waarom had u vlak voor de moord een afspraak met Ron? Een week nadat hij uw beste vriendin naar buiten in de regen had te wachten, omdat hij een leuke meid had opgepikt. Was gezellig. Hebt u meteen een afspraak gemaakt voor de volgende avond op de redactie? We zijn de hele avond hier geweest. De buurman die heeft ons gehoord. U bent de hele avond hier geweest. Ik moet even luisteren. Ja, ik zit even te kijken hoe laat het was. Want dan moeten we een beetje timen natuurlijk. Bandje vol. Nog iets. Nou, schenk nog maar wat in. Ik
klopt. Trek die zak chips eens even open. Een zak chips. Die is goed. Elise liet het godverdomme maar gebeuren. Ze kon niks doen. Diana. Het was helemaal niet de bedoeling om hem te doden, toch? Het was niet de bedoeling. Licht aandoen. Nee, waarom? Hoe laat is het? 9:55. Hij is nog te laat ook. Maar 5 minuten. Wat is dit? Nou ben jij een beurt, jongen. Waar heb je het over? Domme klootzak. Weet je wat ik van jou vind? Dit vind ik van jou. Oh ja? Ja. Dit. Au, vuile dief! Dus het was geen voorbedachte raden? Geen moord met voorbedachte raden. Ze wilden hem alleen een flink pak op zijn sodemieter geven. En dat hadden ze zorgvuldig gepland. Als Ron ze had aangegeven bij de politie, was het zijn woord tegenover dat van hun. En ze hadden een alibi. Kan ik weg? Ja hoor. Wil jij het je meisje maar uitleggen. Tot morgen. Dank u wel. Volgens mij was die Fabienne gewoon verliefd op die Elise. Onzin. Het was gewoon vrouwelijke solidariteit. Ja, ik vind dat wel iets moois hebben. Ja, nee. Het mag natuurlijk niet.